Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze raadsvergadering. De eerste na het reces. En dat is ook wel een beetje te zien omdat er een heel aantal mensen niet zijn. Wij hebben een afmelding van mevrouw Rusken, van meneer Schuurman, meneer Odink, meneer Kuipers, meneer Bak, meneer Kloekhorst. De heer Brink is later. Voorzitter de heer Snijders heeft zich ook afgemeld en wethouder Terietstap eveneens. En als laatste mededeling wil ik nog even zeggen dat mevrouw Mensink vandaag haar verjaardag heeft. Van harte gefeliciteerd. Wij beginnen met agenda punt 1, opening en mededelingen. De vergadering is hierbij geopend. Zijn er mededelingen? Niet? Dan brengt ons dat bij de actuele vragenronde. Agenda punt 2, zijn er vragen voor de actuele vragenronde? Niet? Agenda punt 3 is vaststelling van de agenda en de vraag nu is of die op deze, zoals die nu is opgesteld, uw goedkeuring kan wegdragen of dat daar wijzigingen in moeten worden aangebracht. Ongewijzigd, heel goed. Agenda punt 4 is het spreekrecht over agendapunten. Daar heeft zich niemand gemeld, ook nu niet. Nee. Dan zijn we meteen al bij agenda punt 5, het vaststellen van de besluitenlijst raadsvergadering voor 25 juni en 2 juli van dit jaar. Kunnen die besluitenlijsten worden vastgesteld? Zijn hierbij vastgesteld? Hoor niemand bezwaar maken. Agenda punt 6 is het eerste hamerstuk van de agenda. Het benoemen van de plaatsvervangend leden en leden van de ombudscommissie. Kan iedereen met... Is er een stemverklaring? Geen stemverklaring. Kan iedereen hiermee instemmen? Iedereen stemt in. Dat is mooi. Dan was dat agenda punt 6. Agenda punt 7 is het intrekken verordening Sociaal Cultureel Fonds. Is daar een stem? Iemand die een stemverklaring wil geven? Niet. Kan iedereen instemmen met dit agendapunt? Ja, mooi. Dat is dan ook vastgesteld. Punt 8 is vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg Grote Oever 2 Balkbrug. Iemand een stemverklaring? Geen stemverklaring. Agendapunt vastgesteld, aangenomen? Ja. Ik hoor niemand zeggen van ik vind van niet, dus dat is mooi. De rondvraag is agenda punt 9, daar zijn we nu al aanbeland. Mevrouw Kelder, u heeft iets voor de rondvraag. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag, direct al na de vakantie. Onze fractie kwam een berichtje tegen over een onveilige kruising Magnoliastraat-Moerheimstraat. En nou is onze vraag van, bent u op de hoogte van deze gevaarlijke verkeerssituatie? Tenminste, het college. En als dat niet zo is, willen we graag daar aandacht voor vragen om dat eens naar te kijken. Dank u wel. Ik weet niet uit mijn hoofd bij welke wethouder dat hoort. Kijk. Wethouder ten Kate. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn niet van grote problemen, tenminste zover als ik het hier kan zien, op de hoogte van deze situatie. Maar als daar aanleiding toe is, en ik hoor dat dat zo is, dan zullen wij eens gaan kijken. Even kijken, inventariseren van, zijn er ook opmerkingen over hier binnen bekend, of ongevallen cijfers of dat soort dingen. En dan zal ik u dat in een later moment rapporteren. Dat we dat later te horen krijgen. Heel goed, dank u wel. Dank u wel ook mevrouw Kelder. Nou, dan ben ik toe aan agenda punt 10 en dat is de sluiting. Rest mij op... Voorzitter, ik had nog een vraag voor de rondvraag. U had ook nog een vraag. Ja. Nou, ga uw gang meneer Gelling. Zeker, maar u ging zo snel dat ik ook nog niet mijn bril heb gevonden. En ik moet een klein stukje even citeren zo meteen. Ik weet niet of dat lukt. Maar voorzitter, wij kregen vanochtend een brief toegestuurd van iemand die in een behoorlijke discussie met de gemeente heeft gezeten en uiteindelijk een brief krijgt met een collegebesluit. En dan staat onder bij de communicatie dat het besluit niet openbaar wordt gemaakt. Oké, dat gaat helemaal goed. Kan ik het ook lezen. Niet openbaar wordt gemaakt, anders dan aan betrokkenen zijn er, nou ja, dat zijn de betrokkenen dan. En de vraag is eigenlijk, kan dat? Hè? Kan het een collegebesluit niet openbaar gemaakt worden?
En ten meer, wat zijn de afwegingen die daar aan de grondslag liggen en wat krijgen we dan wel toegestuurd bij de weekberichten? Ik zie dat meneer Breukeman uw vraag gaat beantwoorden, als een poging daartoe gaat. Dank, voorzitter. Het is in die zin wel gebruikelijk dat er collegebesluiten zijn die openbaar zijn en collegebesluiten die niet openbaar zijn. Maar misschien is het goed dat het college, de heer Gellingen, even een korte tekst doet toekomen over wat nou gebruikelijk is, hoe we daarmee omgaan. Dat lijkt me het meest verstandig. Kunt u daar meeleven, meneer Gelling? Ja, zeker. Heel goed. Dank u wel. Kijk dan toch nog maar één keer wat beter rond, nog meer dingen voor de rondvraag. Niet. Dan ga ik nu toch echt de vergadering sluiten. Om 7:30 begint de oriënterende ronde.